Hoi, je kijkt naar Bricklegs en dit is Lego set 6256, de Islander Catamaran, een Lego set uit 1994. De set valt onder de Islanders reeks en dit is een subteam van het piratenthema. En zoals ik net zei, is uitgekomen in 94. De set komt zoals je ziet met twee minifigs, een krokodil, twee papegaaien, een hoop wapens en twee kano's. Nou, laten we eens beginnen met naar de minifigs te kijken. Als eerste zien we hier misschien wel het belangrijkste poppetje uit de Islanders reeks, namelijk Koning Kahuka. Nou, zoals je ziet, hij heeft een groot masker, een speer en een staf. En die staf is wel interessant in elkaar gezet. Het is namelijk een antenne met daarop een clipje. Daaraan vast een gewei of een bot en een doorzichtig blokje of plaatje van 1 stut groot. Hier even zonder zijn wapens. Het masker is een vorm die wel vaker terugkomt in de Islanders set. Bijvoorbeeld op de vlag, waar we zo meteen naar gaan kijken, maar in andere sets ook als vorm van een grot of rotspartij. Ja, het geeft een tropisch gevoel. Ik ga het masker even afdoen. Onder het masker zien we dat Koning Kahuka eigenlijk een heel basic Lego gezicht heeft. Maar het is gesminkt. En dat witte voegt wel wat toe. Wanneer je zijn gezicht door het masker ziet. Dus ja, leuk gedaan. En verder zien we de print op zijn torso en broek. Ja, een lendendoek van bladeren. En een ketting van, nou zo te zien, slagtanden. En op de achterkant natuurlijk helemaal geen print. Wat ik overigens nog wel grappig vond om te vertellen. Toen ik deze set in elkaar ging zetten, moest ik meteen denken aan Lego Racers. Deze voor de Nintendo 64, maar je hebt hem geloof ik ook voor de PC. Daar speelt Koning Kahuka een rol. Hij is namelijk een van de eindbazen in dit spel. Dus ja, toen ik aan deze set begon, toen moest ik meteen aan Lego Racers denken. Omdat ja, hij daar veel in te zien is. En je kan dan ook in het spel gebruik maken van de onderdelen van het poppetje en van zijn voertuig. Maar dat wil even terzijde. We gaan verder met het kijken naar het volgende poppetje. Het tweede poppetje is een vrouwelijke Islander. Zij heeft, voor zover ik kon vinden, geen naam. En jongens, wat geeft dit poppetje goed weer hoe gedateerd deze set eigenlijk is. Ook de vrouwelijke Islander heeft een speer, net als Koning Kahuka. En dezelfde print voor een broek met een soort lendendoek van bladeren. Ja, toch zo print is wel anders. Ze heeft geen slagtandenketting, maar ja, een soort bikini van bloemen of bont, wat je ervan wil maken. Maar die is in ieder geval anders, de broek is hetzelfde. Verder aan de achterkant ook voor dit poppetje geen prints. Dan in haar haar draagt ze een grote verentooi. En ja, hier beginnen de problemen met dit poppetje misschien wel een beetje te komen. Het is natuurlijk wel erg stereotyperend. En misschien niet meer helemaal van deze tijd. En als we dan naar haar gezicht kijken, dan zie je dat nog wel meer. Het is geen slechte print voor wat het voor moet stellen. Maar als we kijken naar bijvoorbeeld een Paradiso poppetje. Ja. Dan hadden ze de lippen bijvoorbeeld iets kleiner kunnen maken. Om ja, weg te buigen van het stereotype. Hier zien we de catamaran. Het is eigenlijk een heel eenvoudig bouwwerk gebouwd op twee kano's. Maar door de hoogte in te gaan, hebben ze bijvoorbeeld wel een paddle aan de achterkant om mee te
structuren. En is er natuurlijk een hoop meer ruimte dan wanneer je twee losse kano's zou gebruiken. Nou, laten we eens beginnen met deze vlag. Zoals ik net al zei, het masker van koning Kahuka komt hierop terug. Maar bijvoorbeeld ook hier op het schild en op de zijkant van de kano's. Ja, het is een herkenbaar beeld voor de Islander sets. Vol op de katamaran. Of katamaran, sorry. Katamaran, geloof ik. Zitten twee papegaaien. Dit zijn geprinte oudere stijl papegaaien. Nu was het, geloof ik, uit verschillende kleuren plastic in één stuk gemaakt. Dus zonder prints. Aan de zijkant zien we ook decoratieve elementen met die botjes. En aan deze kant vinden we bijna hetzelfde. Alleen hier nog een speer. En een trommel of drum met daarop een zebraprint. Ja, ik vind het wel een origineel bouwwerkje. Ik weet ook altijd wel dat we vroeger deze kano's in onze Lego verzameling hadden. Maar ik moet toegeven dat ik niet wist dat dit daarvan gebouwd kon worden. We hadden de boekjes niet en deze onderdelen had ik niet geassocieerd met deze set. Dus ja, dat was wel een kleine verrassing. Maar nu hij in elkaar zit, ja, snap ik het wel. Overigens vinden we in deze set ook een krokodil. En dit is de klassieke Lego krokodil. Zijn bek kan open. Je hebt daar een gaatje waar je een vlam in zou kunnen steken. En in de staart zit beweging. Goeie krokodil, niet zoveel op aan te merken. Ik geloof wel dat die veranderd is in de loop der tijden. Ik zal eens kijken, ik heb een hidden side krokodil. Die zal ik eens bijpakken en even kijken wat het verschil is. Nou, de kleur even achterwege gelaten natuurlijk. Er zijn wel een aantal verschillen zie ik nu. Maar die zijn vrij subtiel. De staart is hier wat breder. We zien dat de poten hier wat gedetailleerder zijn en de kop is toch wel net anders. Het oog op de groene is namelijk gewoon een gat. En op deze albino krokodil ja, is het geprint. Maar verder voor een 16 jaar oude krokodil en eentje die vorig jaar uitgekomen is, weinig verschil. Hier de set nog een keer in zijn geheel. Ik vind het wel een leuke set, maar het is wel echt een aanvulling op de Islanders lijn. En het kan wat meer gebruiken. Er is geen land. Er is geen eiland, zou ik moeten zeggen. Er zijn geen vijanden, dus die wapens zijn een beetje overbodig. Maar als je dan kijkt naar de Forbidden Cove bijvoorbeeld. Een set waar piraten bij zitten en een gebouw, dan is het een mooie aanvulling. Nou, dit is de Forbidden Cove. Ik mis helaas nog één piraatje, dus vandaar dat ik hem nog niet gereviewd heb. Maar je ziet natuurlijk hier een eiland. Hier trouwens het masker. En hier de cove als masker. Die kan open. Maar dit geeft veel meer context aan zo'n set. Dus in combinatie met deze set bijvoorbeeld. Of de nog grotere set die ik niet heb. Past dit beter. Je hebt vijanden. Je hebt een stukje land. En je hebt niet alleen maar een boot die nergens bij hoort. Verder wat ik net al zei. De set is wat gedateerd vanwege de minifigs. En dan vooral deze. Ik denk dat dat niet meer zo in deze tijd past. Dus ik verwacht niet dat Lego nog ooit zoiets zou maken. Wat wel jammer is, want aan zich is het natuurlijk een heel leuk thema. En wel een heel origineel thema. Een groot contrast met de piraten. De Islanders hebben de piraten als vijand. Het is ook een subteam van Pirates, volgens mij had ik dat net al benoemd. Maar ja, dit is de enige keer in 1994
dat ze zoiets gedaan hebben. Er is overigens wel in 2001 één set van deze serie opnieuw uitgegeven, de grootste. En daarna, ja, is het gestopt. Dit was mijn review van de Lego Islanders Catamaran. Bedankt voor het kijken. Vond je het nou een leuke video? Doe een duimpje omhoog, abonneer je en dan zie ik je graag in de volgende video. Doei!